Ja, dat is leuk. Nou Arjen, dat was het dan. Ja, dat was het. Het is vandaag 5 augustus. De beelden worden afgebroken. Althans, dit beeld wordt nu afgebroken door de kunstenares zelf. Ja. Corinne Zomer. Zij is ook de winnaar van de Leidsdag van Publieksprijs. Ja, de Publieksprijs, hè? Ja, dat is fantastisch. Het werk wordt alleen niet in dezelfde staat bewaard, maar gerecycled. Cradle to cradle heet dat. Ja, dat is ook een beetje het idee van dit kunstwerk, hè? Iedereen mag eraan zitten. Ja, tasten. Bepotelen. Bepotelen, ja, moeilijk woord, hè. Maar in 2 uur is merendeel verwijderd, afgevoerd. En ja, het is fantastisch gegaan, ik kan niet anders zeggen. Als we nou de gracht afkijken, dan is het behoorlijk leeg. Maar 1 kunstwerk, dat staat er nog. Het laatste kunstwerk, Etienne van Berlo. Die moet helemaal uit Maastricht komen. En die komt hier om een uur of 12:30. Dan gaat hij het afbreken en dan is alles klaar. En hier in het midden? Oh, dat is, ja, dat is het werk natuurlijk van onze vriend Isaac. Die gaat vanmiddag uit elkaar halen en morgenochtend wordt het vervoerd naar een andere locatie in Leiden. Want hij gaat naar Kronenstein, hè? Gaat naar Kronenstein. Het blijft bewaard voor Leiden. Nou, het is echt super dat dat geregeld is. Isaac is er ook erg blij mee. Wij zijn er erg blij mee. Top. Dus vanaf morgen kunnen we hem bewonderen bij de tuin van de Smit, of duurt het opbouwen wat langer? Ik vrees dat het nog wel even een week duurt. Het is de moeite waard om daarop te wachten.